Ik vind het veel belangrijker dat mensen zich af en toe afvragen van hoe sta je nu in het leven? Hoe ga je met elkaar om? En hoe help je elkaar? Dat vind ik veel een belangrijke vraag in deze tijd van onze samenleving dan hoe men vroeger vastte. Al die carnavalisten, gaan die dat doen? Al die carnavalisten die gaan dat niet doen. Als hier de viering is, de carnavalsviering, daar eindig ik ook altijd. Dan zeg ik ook altijd tegen de prins en tegen de mensen. U bent na de carnaval, op Aswoensdag bent u weer van harte welkom hier in de kerk. Maar ze komen niet allemaal. Viert u zelf carnaval? In de kerk. In de kerk vier ik carnaval. Ik ga naar de optocht naartoe. Daar ben ik zeer zeker. Sta ik aan de kant van de weg. Maar dit is een beetje, dit is mijn carnaval. In de kerk, daar vier ik het. Twee keer over. En wat hebt u dan aan? Als ik hier in de kerk ben, heb ik mijn gebedsmantel aan. Mijn rode neus, die heb ik op. Want dan vragen ze ook altijd, Bert, heb je je rode neus nog? En sinds vorig jaar heb ik mijn carnavalsklompen laten aanmeten. Maar hoe voelt u zich dan in zo'n tenue en vooral met die neus? Weet je, zet hem eens op. Nou, dan staat u daar. Hoe voelt u zich dan? Carnavalvieren. Ja, echt? Feestnummer. Ja. Maar dat mag dan in de kerk? Ja, dat mag in de kerk. We komen hier binnen met een dwelorkest. Met Polonaise komen we hier de kerk binnen. En dat kan hier prachtig in deze kerk, want je kunt hier helemaal buiten omheen lopen, langs de muren heen, kun je acht maken. En dan is het gewoon één groot feest, het is een Polonaise in de kerk. Natuurlijk mag dat. De kerk is ook om te vieren, om samen te zijn, om feest te vieren. De kerk is ook om te vieren, hè? Dus carnaval vier je ook samen met mensen. En dan mag ik ook een beetje een neus hebben. MUZIEK